Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Media Wijs en deze tutorial gaat over hoe maak ik een goede tutorial. Dit kan een programma of een werkwijze uitleggen aan studenten zijn, maar ook voor collega-docenten wanneer het bijvoorbeeld gaat over een edutool. Wat ga ik hierin bespreken? Wat je moet doen voordat je begint met opnemen? De opbouw en het opnemen van de video zelf? En de laatste, welke programma's je zoal kunt gebruiken? Wauw, hiermee begeef ik me dus op glad ijs. Er zijn er zoveel die het veel beter kunnen dan ik. En bam, dat is dus meteen valkuil nummer 1. Want het geeft namelijk niet dat anderen het beter kunnen. Sterker nog, foutjes maken mag. Graag zelfs. Want dan zien studenten, of wie je doelgroep dan ook is, dat het bij jou, net als bij hen, ook niet altijd perfect gaat. Voordat je begint met opnemen, bedenk wie de doelgroep is, wat het doel van je video is. Leg je iets uit aan docenten, dan gaat het waarschijnlijk om een didactisch doel en bij de studenten natuurlijk om hetgeen wat ze in de video moeten gaan leren. Bedenk ook of het nuttig is om in beeld te komen of niet. Persoonlijk aangesproken worden in een tutorial werkt. Het is altijd fijn om gezicht bij een stem te hebben. En je moet als kijker veel aandachtiger luisteren als er iets uitgelegd wordt terwijl er niks gebeurt in beeld. Super saai om naar te kijken ook. Bedenk ook wat je aantrekt en hoe je erbij gaat zitten als je in beeld komt. Dus niet. Juist, dat lijkt me duidelijk. Zet vervolgens alles klaar voor de opname. Zorg dat je in een rustige ruimte zit waar je niet gestoord kan worden. Zet alle apps op de computer die geluiden kunnen geven uit en je mobiel op de vliegtuigstand. Plan genoeg tijd in voor de opname. En schrijf indien nodig een kort script voor jezelf, zodat je niets gaat vergeten. Oké, dan komen we bij het opnemen van de video zelf. Nogmaals, staan alle apparaten uit? Ben je volledig offline? Niets is zo vervelend dat je telefoon gaat plingen of dat er een berichtje in beeld verschijnt. Dan start de opname. 3, 2, 1 en smile! Want wat voor verkopers aan de telefoon geldt, dat geldt hier natuurlijk ook voor. Je wilt niet chagrijnig in beeld komen tenslotte. Stel jezelf voor, start met een korte intro, even uitleggen wat er in het tutorial te zien is, zodat ze kunnen bepalen of en waarom ze moeten blijven kijken. En dan vervolgens stop de opname, want hier heb je eventueel ruimte om een logo of een liedertje in te voegen, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Oké, dan het middendeel van het filmpje. Bepaal of je verder in beeld wilt blijven of dat dat niet handig is. Waarom is het misschien niet handig? Het kan in de weg zitten van wat je wilt laten zien. Of als het een onderwerp is die aan verandering onderhevig is, hoef je niet telkens het hele filmpje opnieuw te doen. Want ja, het is wel gek als je opeens iets anders aan hebt, of dat het sneeuwt op de achtergrond, terwijl het net natuurlijk hartstikke mooi zonnig was. Start de opname opnieuw en smile. Vertel wat je moet vertellen en hou daarbij gewoon één persoon van je doelgroep in gedachten. Leg gewoon uit zoals je dat aan haar of hem zou doen. Niet te veel nadenken. Dit is je gewone werk. Dit kan jij. Heb je te veel stiltes? Ben je aan het nadenken? Heb je versproken? Je hebt 3 opties. Gewoon doorgaan, want versprekingen die knip je er later gewoon uit als je een programma hebt waarmee dat kan. Gewoon doorgaan. Je maakt gewoon meerdere takes. En misschien zat hier wel weer een ander goed stuk in wat straks niet meer lukken wil. Dat edit je later in elkaar. Als je natuurlijk het programma hebt wat daarvoor kan gebruiken. En wat ook een optie is, gewoon overnieuw beginnen. Meerdere takes is heel normaal. Hoewel, echt gekke versprekingen, die mogen in de bloopermap. Om het einde van het jaar of het einde van je filmpje mee op te lopen. Altijd goed. En wat ook belangrijk is, houd je aan je script. Maak dus een spreekbriefje voor jezelf, zodat je niks vergeet. Schrijf het desnoods helemaal uit als je dat handig vindt. En eindig uiteindelijk met een korte samenvatting. Net zoals je dat in de les ook doet. Sluit af met veel plezier, veel succes, bedankt voor het kijken, tot de volgende video, wat jij maar leuk vindt. En dan als laatste punt, welke programma's kun je allemaal gebruiken? Deze tutorial heb ik opgenomen met Screencast-O-Matic. Met de gratis versie heb je wel een watermerk in beeld, maar je kunt hier ook eenvoudig edits mee doen. Met de betaalde variant, kost slechts 18 euro per jaar, kun je goed en snel editen en direct uploaden. Ook naar Vimeo en YouTube en zo meer. Er staat overigens al een tutorial over Screencast op mbomediawijs.nl. Het tweede programma is QuickTime. Deze staat trouwens standaard op de meeste computers. Hiermee kun je trouwens wel filmen,
zowel je beeldscherm als jou of allebei tegelijk, maar je kunt niet editen. Punt 3, Camtasia. Steeds. Camtasia is een goed en uitgebreid programma dat de eerste 30 dagen gratis en volledig functioneel is. Hier kun je ook uitstekend mee editen. De volledige versie kost eenmalig €269. Dat is dus niet niks, maar goed, dan heb je het ook wel voor altijd. En dan de laatste, met PowerPoint. Logisch. Kun je ook opnames maken van de PowerPoints die je hebt gemaakt en daarbij kun je audio inspreken, alsof je dus een gewone les aan het geven bent. Dus dat is ook een optie mee, maar daar kan je volgens mij niet jezelf mee filmen. Oké, okay, nog even kort samengevat. Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Maak een scriptje voor jezelf. Het geeft niet dat je foutjes maakt, dat maakt het alleen maar menselijk. Dat zag je wel aan mij. Probeer maar uit wat voor jou werkt. Alles in één take of met wat editen achteraf. Probeer het in ieder geval een beetje vrolijk te vertellen, zodat het lijkt in ieder geval dat jij het ook nog leuk vindt. Want van een chagrijnige verteller wordt natuurlijk niemand blij. Op mbomediawijs.nl staat een script. Er staan twee scripts. Eén script is specifiek voor de docenten die de edutools maken, maar er staat er ook eentje bij die wat algemener van aard is, bijvoorbeeld voor het maken van filmpjes voor je studenten. En dit script kun je heel goed gebruiken en eventueel desnoods voor jezelf aanpassen voor je eigen doel. En dan tot slot, bedenk ook een goede titel dat de lading dekt van je filmpje. Maak je filmpje niet te lang. Wow. Ik ben daar altijd heel erg slecht in. Maar raffel het ook niet af om binnen die 3, 4, 5, 6 minuten te blijven. Maak desnoods, als je een lang onderwerp hebt, een intro en een vervolgfilmpje. Dus goede titels erbij, zodat de mensen weten wat het allemaal gaat vertellen. Oké, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. En heel veel plezier met het maken van je eigen tutorials. Blooper.